Kun je er iets over vertellen, Melly? Ik kan beginnen met te zeggen dat ik het gekregen heb van Zopoe. Ik was 6 jaar, denk ik. En ik kreeg hem, maar, zei ze, het is een familietrommeltje. En er zat een slotje bij, maar het slotje heb ik niet meer. En met de vaste tijd, dan gingen alle snoepjes daarin. En mijn vader had het sleuteltje van het slotje. En dan op zondag was het een beetje feest, want dan mochten we er allemaal 1 snoepje uithalen, elke zondag. En op paaszaterdag, na 12 uur, dan ging die open en dan was het graaien. Ja. Maar ik heb het trommeltje nog steeds en ik koester het ook. Het is ook... Maar daar zitten geen snoepjes meer in. Nee. Weet je wat er nu in zit? Nee. Ik zal het openmaken. Er zitten nu in allerlei zegeltjes. Oh ja, ja. He, dus van nu de Efteling dingen weer. Ja, dus het is mijn zegeltjestrommeltje. Weet je hoe oud het is? Nou, ik heb het gekregen toen ik 6 was. Dus het is sowieso, en toen was het al oud. Ik denk dat het, schat dat het begin jaren 30 is. Ja. Eind jaren 20 misschien zelfs. Het is een beetje, ja, het is een Oosters, maar ook een beetje Art Deco-stijl. Dankjewel.